Hi, welkom en leuk dat je meekijkt naar de serie Inktober Tangles van Seven Forests and Five Rivers van Stephanie en Debbie. En Stephanie heeft deze lijst Tangles samengesteld en ik neem jullie mee in mijn idee achter, zeg maar, de Tangle. Vandaag is dat, zoals jullie zien, Zigoli van Deb Bowyer, een lieve collega uit Canada. En het is een tangleation van Tripoli. En dan, dat is sowieso ook al een hele leuke tangle. En ik ga jullie laten zien wat ik ervan... Ik vind het ook altijd leuk om... net weer mijn eigen draai... eraan te geven. Tripoli, zoals veel mensen weten, is een is opgebouwd uit driehoeken. En dat is de Zigoli ook. Zo, dit zijn de driehoeken. En dan worden deze hoeken zo aan elkaar verbonden. Nou, en dan is de binnenkant natuurlijk op heel veel mogelijke manieren op te vullen. Je kan de suggestie wekken dat er, zoals jullie weten, hou ik ervan alsof er een bal in zit. Je kan hem ook helemaal zwart kleuren. Maar ik vind het altijd wel leuk om, ja, om een of andere reden, als ik de suggestie dat er een balletje in zit, is het net alsof hij leeft. En dat vind ik altijd wel heel erg leuk.
Nou, en dan kunnen we alweer een soort van naar de schaduw toe. En voor deze Zigoli zou je ervoor kunnen kiezen om deze rand te kunnen aanzetten. En ook deze rand om zo inderdaad nog meer diepteverschil te creëren. En dan er eentje overslaan. Dan pak ik even mijn vergeten. Soms dan ga ik zo op in wat ik doe, dan kom ik er later achter dat ik dat vergeten ben. Zo. En je zou er ook voor kunnen kiezen om het geheel een beetje naar de achtergrond te duwen. Door hier ook nog een schaduwrand aan te brengen. Nou, en dan pak ik mijn witte potlood. En dan ga ik hier accenten aanbrengen. Het bolletje dat piept er wel een beetje door. Geeft altijd meteen een heel mooi effect, dat wit. Zo. Een beetje wat we noemen een wonky Zigoli. En dan rest mij alleen nog mijn naam neer te zetten. En jou te bedanken voor het meekijken. En wie weet tot een volgende keer. Dit was mijn Zigoli.